Als we gaan schetsen, hè, of het nou gewoon is tussendoor even in een schetsboek, of je wil heel serieus een schilderij helemaal gaan opbouwen, dan is de kans groot dat je in het begin meteen naar een potlood grijpt of naar houtskool. Maar je kunt ook heel mooi schetsen met verf en penselen. En het heeft een paar grote voordelen en bovendien is het ook nog eens erg leuk om te doen. Als ik ga schetsen op een wit doek, dan doe ik gewoon een beetje zwarte en witte verf door elkaar. En dan maak ik dat een lichtgrijs. He, want hoe lichter je je schetskleur maakt, hoe makkelijker het wordt om er overheen te schilderen. Je begint een schets altijd, je zoekt naar houvast, dus je moet je er gewoon in gooien, je begint gewoon ergens. En dat doe ik gewoon zo aftastend. Ik kijk naar de restvormen bijvoorbeeld en dan kijk ik een beetje van welke plek neemt het allemaal zo'n beetje in, maar heel grof zie je wel. En je ziet ook dat dat penseel, dat is nu het mooie, dat helpt mij om afstand te bewaren. Want ik hou het penseel aan het uiteinde vast. Ik sta lekker ver weg. Ik kan dus mijn schilderij vanuit de verte bekijken. Dus ik houd het overzicht. En ik kan de foto ook nog zien. Dat is dus een verschil met een potlood. Want met een potlood heb je gauw de neiging dat je zo gaat staan. He, dus dan sta je er bovenop en dan zie je je fouten niet zo goed. Want je hebt minder overzicht. Nu gebruik ik onverdunde verf. Dus ik smeer er nu gewoon verf op. Zo direct uit de pot. Uit de tube. Oh, die komt tot hier ongeveer. Hier komt tot daar. Dit zo. Zie, en dan kaak. Zal het hier ergens zijn? Ik denk het. Zie, en dat is dus allemaal. Iedereen die aan een schilderij gaat beginnen, maakt fouten en fouten en nog eens fouten. Dat hoort er allemaal bij. Maar ja, bij schetsen is alles toegestaan. Dus ik mag hulplijnen neerzetten waar ik maar wil. Maar nu komt het. Ik mag ook, als ik denk, weet je wat, wil hier houvast hebben in de vorm van een vlak. Nou, dan smeer ik mijn verf toch gewoon een beetje uit. Kijk, dan kan ik een beetje een soort van boetseren met mijn verf, zie je dat? Nou, dan zie ik bijvoorbeeld hier, denk ik, oké, hier gaat wat haar zo. Trouwens, dit moet je wel dan pas gaan doen als je zeker weet dat de vorm goed is. Ik heb het nu niet spot on, ik doe maar een beetje wat om het als voorbeeld te laten zien. Anders gaat het veel te lang duren. Maar zoiets als dit. En dan kan ik ook bijvoorbeeld schaduwen vast meetrekken. Dus ik zie hier een wenkbrauw bij wijze van spreken. En dan zie ik hier een vlakje. Dat zie ik als een soort schaduwvorm. Waarom zou ik die niet vast even zo erin zetten? Want zo'n soort vorm is ook schetsen. Dat geeft me ook houvast. Kan ik later zeggen van oké, dat moet iets groter of iets kleiner of weet ik veel wat. Dat geldt hier ook. Die oogkas zit een diepe slagschaduw. Onderkant neus zou ik vast een beetje zo kunnen doen. En misschien zet ik het verkeerd neer. Maar wat kan mij dat schelen? Ik kan toch alles verschuiven. En die acrylverf droogt als een sneltrein. Hè? Dus voor ik het weet, kan ik er straks overheen. Hier de kin, waarom niet? Waarom zetten we niet gewoon vast een beetje slagschaduw neer? En hier een beetje, hier dit zo. Dan heb ik gewoon, dit zie ik als vormen. En die kan ik heel makkelijk snel neerzetten met mijn penseel. Dat moet je maar eens proberen met de potlood. Dat gaat gewoon wat moeizamer. En het is niet gezegd dat ik niet hou van schetsen met potloden of grafiet of iets hoor. Dat is het punt niet. Maar dit is gewoon eigenlijk, bij het schilderen is dit heel makkelijk. Nou, je kan ook eventueel op een gegeven moment natuurlijk wat donkerder gaan werken al. Als je denkt, oké, ik weet sommige dingen wel vrij zeker. Hier zal die onderkant van het haar, is daar wat donkerder. He, dus dan kun je dat vast, zou je een beetje kunnen opbouwen. En dan kun je zeggen, hier zit wat donkerder. Maar gewoon alles heel vrijblijvend, hè. Het is heel vrijblijvend. Hier ook die oogkas. Kan ik dan van zeggen, oké, dat is misschien wat donkerder. Dit gaat misschien wat meer zo. Zo. Oh ja, dat vergeet ik nog bijna te zeggen. Je kunt tijdens het schetsen pure verf gebruiken. Dat heb ik nu gedaan. Dan is het gewoon rechtstreeks uit de pot. Maar je kunt het ook een beetje verdunnen met water als je dat fijn vindt. Hè. Kijk, dan krijg je meer. Dan smeert het misschien net iets makkelijker. Over het algemeen zou ik zeggen, werk zoveel mogelijk onverdund. Want de meeste verfsoorten zijn eigenlijk uit de pot of tube al meteen goed smeerbaar. Kijk, hier zie ik een heel donker stuk onder die kraag. Dat is een vorm waar ik misschien houvast aan wil hebben. Nou, waarom zou ik dat er niet vast inzetten als vorm? Hè? En, nou, hier donker, donker, donker. Hupsakee. Een nadeel van potlood is dus bijvoorbeeld ook. Kijk, hè, ik ben aan het schetsen. Hup, 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 hup. En mooi, hè? Stel dat ik er met licht wit. Ik pak gewoon witte verf. Wil ik er overheen. En wat zie je dan? Dan wordt mijn verf dus grijs. He, dus mijn verf wordt vervuild door het grafiet. En dat is jammer. En dat probleem heb je dus niet als je met verf schildert, met acrylverf. Want dit droogt als de wiede weerga. En dan kan ik er gewoon overheen als ik nu denk, oké, weet je wat, dat haar dat zit niet helemaal lekker. Het hoofd is iets te breed misschien. Nou, dan snoep ik er stukjes af met mijn witte verf, zoals dit. He, dan kan ik gewoon eroverheen en eigenlijk een soort
in model kneden. Hè? Het is een heel andere ervaring dan met potlood. Heel leuk om te doen. Ik ga nou aan alle kanten de mist in, hoor, maar dat geeft niet. Oh ja, en hulplijnen. Je mag dus, vergeet ik gewoon, maar je kunt dus hulplijnen zetten. Hè? Als je zegt, nou, daar wil ik een middenlijn over het gezicht. Heb je hou vast aan, dan zeg je bijvoorbeeld van wenkbrauwlijn, ooglijn, neuslijn, onderkant mond. En zie je bij de onderkant mond op de foto dat de oorlel daar iets onder komt. Dus dan heb ik daar hou vast aan. Een lijn onderkant neus, nou die loopt dan loopt zijn oor daar net iets bovenlangs. Dus dat zit dan ongeveer goed, zal ik maar zeggen. Nou, dat soort dingen kun je allemaal ook doen. Want in de volgende laag kan ik er gewoon overheen schilderen. Nu is het niet droog, maar je snapt het principe. Hè? Weg ermee en klaar is Kees. Nou wil ik het ook nog gauw even laten zien met een grijze ondergrond. Deze heb ik al een keer voor een video gebruikt, maar ook dat, hè, dat maakt dus geen bal uit. Daar kan ik gewoon overheen schilderen. Hetzelfde verhaal, alleen dan op een grijze ondergrond. Dat heeft nog wat extra voordelen. Maar dan moet ik dus wel iets donkerdere verf gebruiken om te schetsen, hè, want anders zie ik niks. Dus dan ga ik weer, hetzelfde principe. Ik sta gewoon lekker uit de verte te schilderen, zo. Daar gaat het haar weer, weet je wel, zoiets, het hoofd. Dus dit is niet een video om te leren goed te schetsen. Want kijk, ik maak bakken met fouten, dat doet iedereen. Dat hoort bij schetsen, dat is juist normaal. Want je hebt niks staan nog, dus hoe kun je dan meteen alles goed neerzetten? Dat kan niet. Dat is ook waarom je er gewoon in moet gooien. Ik heb toen laatst een video gemaakt ook over uitstelgedrag. Nou, dit kan heel erg helpen. Gooi je erin met die verf, probeer het maar eens. Trouwens, als je de video leuk vindt, druk dan alsjeblieft op de like-button, want dat helpt heel erg. Dan kunnen andere mensen het ook eerder vinden. Maar nu kom ik dus bij het mooie voordeel van werken op een grijze ondergrond. Ik heb het ook al vaker verteld, maar zeker ook met het schetsen is dat echt fantastisch. Want ik kan ook houvast krijgen aan lichte stukken in mijn schetsen. Een schets wil niet zeggen dat je alleen maar een buitenste lijntje, een optreklijn, alleen maar mag neerzetten. Nee, als ik nou zeg, hé, dat voorhoofd is behoorlijk licht. Als ik dat nou als houvast wil hebben in mijn schets, hè, als vorm. Dat is misschien zo'n soort vorm als dit. Waarom zou ik het er niet gewoon inzetten? Kijk, misschien gaat het tot daar. Zie? En ik wil nu niet zeggen dat ik nu alles goed doe, hoor. Daar gaat het niet om. Maar je kunt dus de lichte verf in op je grijze doek kun je ook je lichte verf gebruiken om je schets op te zetten, zeg maar. Eigenlijk was het beter geweest als ik ook even die donkere stukken er even weer in had gezet, net als net. Dus hier, kijk, gewoon boetseren met die boel. Kijk, hier, hup. Zie? Hier ook, donker stukje, oogkas. Nou, dan de onderkant neus. Zie je wel, de bovenlip, die is donker natuurlijk, het is de schaduw aan de onderkant. Dan krijgen we hier bij de kin nog donker. Hier donkere verf, onderkant kin, slagschaduw hier. En kijk eens hoe snel je dan eigenlijk relatief al in 3D aan het werken bent. En ook zoiets als dit, ik kan nu niet goed zien, hey, waar heb ik nou dat oor eigenlijk geplaatst? Nou, dan zet ik die toch gewoon even met wat lichtere verf neer. Dat maakt toch niks uit, dat mag allemaal. Ik ben ook heel benieuwd, hè, want ik sta hier wel zo te praten, maar ik hoor niks terug. Probeer het alsjeblieft eens uit en laat me weten bij de reacties hoe dat ging. En of dat beviel of niet, en of dat wennen was, of dat je meteen wel je draai vond. Of misschien doe je dit al en kun je dat ook even delen in de reacties. Want dat vind ik gewoon leuk om te weten. Want anders, als ik daar niet om vraag, krijg ik geen reacties. En dat vind ik juist leuk. Ik vind het juist leuk als mensen reacties plaatsen. Want zo kunnen we ook nog weer allemaal van elkaar leren. En ook kijken wat anderen daarvan vinden. Hè. Maar nu die laatste, dat ook nog een fantastisch voordeel van het schetsen met verf en met penselen. Tadaa, ik pak de grote jongen uit de kast. Dat is dus een breed penseel. Als ik nou zeg, ik wil even gauw een vlak even vullen. Hè? Dan kan dat heel makkelijk met een groot penseel natuurlijk. Dus ik kan hier zeggen van, oké, ik ga om dat hoofd. Dan wil ik het iets lichter maken misschien. Nou, dan pak ik een groot penseel en voor je het weet heb ik dat hele vlak gevuld. Dat zorgt er gewoon voor dat ik lekker vlot door kan werken. Oh ja, kijk, dit is wel leuk. Hier, dit stuk hier met die kleurtjes, waarvan, hè, dat zei ik al, dat is van een vorige video. Nou, hup, wegwerken gewoon met dat grote penseel. Hup, eroverheen. Klaar is Kees. En zo leren denken ook bij het schilderen. Hè? Dat je gewoon durft gewoon bouwen en het droogt wel. Je kunt er altijd weer overheen. Er kan nooit iets misgaan. In deze video ga ik wat uitgebreider in op de andere stadia die je ook doorgaat in het schilderproces. En daarin komt dus ook bijvoorbeeld uitgebreid het lelijke stadium aan bod.